De tweede editie van Voor Vrouwen van Nu vond deze keer plaats bij Berdemode. Met 15 standhouders hadden de 75 aanwezige dames een gezellige avond. Voor Vrouwen van Nu was een avond voor de vrouw waar er lekker geshopt kon worden. Er was lekker wat te eten, een heerlijk drankje. En daar waren standhouders op diverse vlakken. Van voetreflex tot een workshop. Er was wat te koop voor de dames. En het was eigenlijk een beetje een presentatie ook van kleine ondernemertjes die niet zo zichtbaar zijn. En die hier een podium kregen. De dames vanaf 25 jaar kwamen uit de gehele regio. Via Facebook konden zij zich voor het evenement opgeven voor een metamorfose. En uit alle uitzendingen hebben we twee mensen gekozen, twee dames, en die hebben een metamorfose gekregen. En nadat de haren goed in model zaten en de make-up goed opgebracht was, konden zij zichzelf presenteren aan de bezoeksters. En ze waren reuze enthousiast. En we hebben voor- en na-foto's gemaakt. Dat was super. Dat was echt leuk. Ja. De organisatie van Voor Vrouwen van Nu was zeer enthousiast over het event. Ja, het was heel leuk. Heel gezellig. Een super locatie, vond ik persoonlijk. En we proberen toch weer iets te gaan organiseren. Komend jaar wil Voor Vrouwen van Nu zeker weer een event als dit organiseren. De organisatie bruist in ieder geval van de ideeën voor een nieuwe editie.